Donderdagmorgen. En soms heb je echt ineens zo'n moment met puzzelen dat je het ineens ziet. Een heel groot stuk wat ik apart had liggen, heb ik dus hier kunnen aansluiten nu. Het zijn altijd wel de leuke momenten. Dat je denkt van, hey, kijk, daarvoor had ik wel af en toe eens een stukje gevonden. Maar dat was nog niet echt dat je het ziet dat er veel veranderd is. Maar dit is heel erg leuk meegenomen. Een vrijdag en gisteren zijn er wat dingen binnengekomen die ik besteld had. Onder andere dus walkie-talkies. Drie stuks. Maar we krijgen hem allebei, of eigenlijk alle drie niet open. Mijn vader heeft het geprobeerd voor mijn moeder, maar die krijgt hem ook niet open. Dit moet dus voorzichtig naar beneden worden geschoven. Nou zitten er ook geen batterijen bij. Maar dat is weer wat anders. Drie van deze dingen zaten er in het doosje. In ieder geval. Dan zit er zo'n clip, zeg maar, aan de achterkant. Die moet je er even afhalen om dus hier te komen. Het lukt ons dus allemaal gewoon niet. Echt heel bizar. En sommige versprekingen zijn echt goud. Mijn moeder die had het over een dia van René Teelt Jolanda, dus mijn vader die mij optilde. Dan maakte ik er dus net van: Jolanda tilt René. Oftewel, ik zou mijn vader hebben opgetild als klein meisje. Nou, dat vind ik toch heel erg knap. Ik had het overigens niet eens door dat ik het fout zei. Mijn moeder die wees me erop. Yes, gelukt. Met heel veel moeite, maar ik heb mijn nagels er op een gegeven moment tussen gezet. En toen kreeg ik hem eerst nog niet open, maar toen weer in dat kuiltje gedrukt. En toen in één keer schoot hij wel open. Dus het was een soort voorwerk wat ik met mijn nagels heb gedaan of zo. Maar in één keer heb ik hem. En deze hoefde ik niet eens met mijn nagels te doen. Dat is mooi. Dat is echt AAA. En er staat echt AAA. Nee, maar je had het dus gisteren met je nagel al geprobeerd, een beetje Ja. zelf. Dus Ja. je hebt zelf een voorwerk verricht eigenlijk, denk ik daarmee. Oké. Echt heel bijzonder met die walkie-talkies. Want als ik naar mijn moeder praat, hoort ze me hartstikke goed door die walkie-talkie heen. Maar als zij naar mij praat, hoor ik helemaal niks. Alleen de blieptoon, zeg maar. Het is echt heel eigenaardig. Yes, hij doet het. Mijn moeder had niet door dat je het knopje tolk ingedrukt moet houden. Dus dan doe je, als je iemand wilt spreken die de andere walkie-talkie heeft, doe je eerst dit. Dan druk je op tolk. Ik laat even zien op de vlog hoe de walkie-talkie werkt. Dat dit dus even een test was. Ik ben nu even aan het vloggen. Je moet wel zorgen dat je op hetzelfde kanaal en zo zit. Maar dat zaten we. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Laters.